President Desiré Bouterse heeft in 2014 bij zijn bezoek aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname studentenflats toegezegd aan de studenten. Deze zijn intussen al opgeleverd en overgedragen aan het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Ingrid Noordan-Uren, voorzitter van de commissie Student Housing Campus Village, geeft informatie over onder andere de bemensing van dit complex. Er is inderdaad gezegd, het is opgeleverd. En het is dus opgeleverd door de LR-groep die belast was met de uitvoering van dit project, van de eerste fase. En ze hebben dan overgedragen aan het bestuur van openbare werken, communicatie, transport en communicatie. En de volgende fase is dat het dan overgedragen moet worden aan het ministerie van Onderwijs. Zodat het in de boezem komt van onderwijs die dan verder dat klaarmaakt, overdraagt en de studenten huisvest. U zegt de studenten huisvest, maar welke studenten zullen allemaal in aanmerking kunnen komen voor zo'n kamer? Deze kamers zijn bestemd voor studenten die voltijds studeren aan een hogere opleiding. Het gaat dus om voltijdse studenten en het kunnen studenten zijn van de universiteit, maar ook van andere hogere opleidingen. En de voorkeur gaat uit. Die hebben voorrang. Als ik zeg voorkeur betekent het niet dat de anderen er niet bij horen. Maar het gaat vooral om de studenten die uit de districten komen. Omdat we weten dat het altijd een probleem is met huisvesting. Maar we weten ook dat het een probleem is ook voor studenten die in Paramaribo wonen. Dus zij hebben dus voorkeur. Maar het is dus voor alle studenten die voltijds studeren aan een hogere opleiding. En hoeveel studenten gaan jullie kunnen accommoderen? We kunnen 326 studenten accommoderen. En het proces van zich opgeven voor een kamer, hoe geschiet dat? Hoe ziet het proces eruit? Er is een link waar ze zich kunnen registreren. En daarbij worden natuurlijk enkele vragen gesteld. Want we moeten weten of ze inderdaad, of die nood groot is, of het noodzakelijk is. Want het kan ook zijn, want dat hebben we gehad, dat sommigen zeggen, uit nieuwsgierigheid heb ik eigenlijk meegedaan. Maar ze kunnen zich dus via die link kunnen ze zich registreren. Er zijn ook studenten die zich rechtstreeks vanuit de universiteit hebben geregistreerd. Dus dat is dus ook een mogelijkheid, maar er is een link. En ik zal zo meteen ook aan het eind doorgeven wat de link is, zodat ze zich kunnen registreren. Ik wil er wel bij vermelden, want dat is belangrijk, dat ze alle vlakken van deze link moeten invullen. Zodat het door kan komen. En de studenten die uiteindelijk wel in aanmerking komen voor een kamer, wat zal zo'n kamer ze kosten en waarvan zullen ze allemaal gebruik kunnen maken? Er zijn dus twee type kamers. Je hebt een kamer voor 4 bewoners en je hebt een kamer voor 2 bewoners per kamer. En voor 4 bewoners is het 400 SRD en voor 2 bewoners is het 750 SRD. Ik moet er wel bij vermelden dat die kamers volledig ingericht zijn. En het zijn hele luxe kamers, airconditioned, ze hebben hun bed, hun bureau, hun kasten, het is met koud en warm water. Ja, het is heel luxe ingericht. Ze hoeven dus alleen met hun kleren te komen? Ze moeten komen met hun kleren, met hun boeken en hun beddengoed, that's it. U zei daarnet, de kamers met 4 bewoners is 400 SRD en de kamers met 2 personen is 750. Is dat per student? Het is per student. Ik ben wel vergeten om aan te geven dat er ook internetaansluiting is op de kamers en natuurlijk voor de studenten ook in alle ruimten waar ze gebruik van kunnen maken. En de studenten die zo'n kamer bezitten, hoe geschiet de betaling? Is het per kas? Moeten ze storten? Er wordt ook gevraagd naar hun bankrekeningnummer. En het zal natuurlijk ook mogelijk zijn om per kas te kunnen betalen. Die afspraken zullen dan gemaakt moeten worden met het managementteam. Mevrouw Noordan, het gaat om een hele studentenflat. En ik neem aan dat er ook mensen daar werkzaam zullen zijn. Hoe is dat geregeld? Worden er mensen aangetrokken? Wordt er personeel aangetrokken? We zijn mensen aan het opvoeden om zelfstandige burgers te worden. En dat betekent dat je ook je verplichtingen hebt. Dus voor hun eigen kamer zijn zij verantwoordelijk om dat te onderhouden. Natuurlijk zal er geïnspecteerd worden of dat inderdaad gedaan wordt. Maar de publieke ruimte daarvoor wordt voor de
onderhoud daarvan, schoonmaak en alles erop en eraan wordt er gezorgd. Ik zei net, er is een bestuur, maar er is ook een managementteam. Dat bestaat natuurlijk uit mensen die ook met de studenten bezig moeten zijn voor de administratie. En ook beheer van het terrein, dat alles goed is. Dus er is een heel team dat daar wordt aangetrokken. En ten aanzien van keukenpersoneel, wordt die ook aangetrokken? Of is het zo dat de studenten zelf zullen moeten koken? Er is een heel super deluxe keuken daar neergezet. Dat hebben we gezien. Het is echt the best of the best. De keuken heeft een capaciteit om voor 500 mensen per keer te kunnen koken. Dus het is een hele grote keuken. En zij zullen dus moeten zorgen dat er betaalbare maaltijden zijn voor de studenten. Natuurlijk ook ander personeel, want ADAC is net bij, er zijn andere instituten daarbij. Maar het moeten betaalbare maaltijden zijn. En dat is dan hun, wat de studenten zelf betreft, ze kunnen natuurlijk voor hun broodje zorgen. Maar er mag niet gekookt worden op de kamers, want het is daar niet voor ingericht. Er dus wordt dus volledig voor de studenten gekookt? Ja, volledig gekookt. Daarom is er voor een super deluxe keuken gezorgd. Daarnaast moet ik ook vermelden dat er een wasserij is. Ook super. Met wasmachines en drogers. En daarbij wordt er gewerkt met een muntensysteem. Dus ze moeten hun coins kopen en daarmee kunnen ze dan hun was doen, of wassen of drogen. En dat is dus ook ter beschikking. Maar dat zullen ze dan zelf moeten doen? Ze zullen het op dit moment nog zelf moeten doen, maar de bedoeling is dat ook daarvoor gezorgd wordt dat dat uitbesteed wordt, zodat het voor ze gedaan wordt. Ten aanzien van het personeel, moeten mensen solliciteren? Gaat de commissie zelf op zoek naar mensen? Nou, we hebben al sollicitaties gehad. We hebben een hele bunch sollicitaties gehad. Dus het is nu in het proces van aantrekken van mensen, zodat zij daar kunnen beheren. En studenten die in aanmerking zijn gekomen voor een kamer, wordt er een bepaald contract met ze getekend voor een bepaalde periode van de studie of ligt dat gewoon open? Inderdaad, er wordt een contract getekend. Waarbij natuurlijk wordt aangegeven zaken waar ze zich aan moeten houden. En het is voor de studie. Maar we gaan ervan uit dat ze daar komen in een omgeving waar ze zich optimaal kunnen ontplooien. En optimaal kunnen studeren, ook samen met anderen. We willen dus wel dat ze dat doen binnen de gestelde tijd. Het is zelfs zo dat als ze hun best doen, dat er ook nog een compensatie aan ze gegeven wordt. Omdat we ze willen stimuleren, want dat is de bedoeling. Je hebt dan het probleem niet meer van transport, busvervoer, noem maar op. Want dat is ongeveer ook een van de redenen die is aangegeven voor het willen komen daar. Dus je hebt alle redenen, je hebt anderen waarmee je samen kunt studeren. Je hebt alle redenen om vlot te studeren. En het, wordt dus, het contract wordt dus getekend voor een studiejaar. En daarop volgend jaar mogen ze weer intekenen als ze zeggen we willen blijven. U had het daarnet over een super luxe keuken, een wasserij. Maar wat zal er allemaal nog meer zijn op het terrein daar, behalve een keuken en een wasserij? Er is ook nog een convenience store dat gerund zal worden door de studenten. En dat, daar kunnen ze dan hun kleine inkopen doen. Je weet hoe het gaat, je zit te studeren, je wil iets knabbelen. Je hebt iets nodig en je had het niet. Je gaat toch even naar de store om te kijken. Maar daar gaan de studenten zelf voor zorgen en zij gaan dat zelf runnen. En dat is dan een convenience store. Ten aanzien van de beveiliging van het terrein, hoe is dat geregeld? Dat is natuurlijk ook erg belangrijk. Er is dus sprake van camerabeveiliging. En natuurlijk ook guards erbij die ervoor moeten zorgen dat dat in de gaten gehouden wordt en dat alles veilig is voor iedereen. En nu zijn jullie in de fase van het werven van studenten, personeel. Maar wanneer willen jullie de flats volledig operationeel hebben? Eigenlijk was het de bedoeling dat we het deze maand nog zouden doen. Maar het is niet, we moeten alles in place hebben en er zijn nog een paar formaliteiten die in place moeten worden gezet. Dus we horen nog wel, ik denk dat het heel gauw zal zijn. En wat is de oproep naar de studenten die uiteindelijk in aanmerking zullen komen voor een kamer? De oproep is als je weet dat je problemen hebt met je huisvesting en je wil goede huisvesting hebben. En je wil in een sfeer zijn waar je met anderen samen kunt studeren en samen optrekken. Want het wordt niet alleen een plaats waar je verblijft,
Maar het wordt een hele atmosfeer moet gekweekt worden. Een atmosfeer waarin je happy voelt, waarin je kan ontspannen, waarin je samen met anderen kunt praten, studeren, discussiëren, elkaar optrekken. En dat, waardoor je een vlotte studieperiode hebt en je alle rust hebt, want blijkt dat vaak huisvesting en drukte om je heen maakt dat je niet kan studeren. Maar nu heb je dan alle gelegenheid, maak daar gebruik van. Het is speciaal voor jullie opgezet om jullie een mooie omgeving aan te bieden, een stimulerende omgeving aan te bieden, om samen zelfstandig te worden ook, niet meer onder de vleugels te blijven, maar zelfstandig je te kunnen ontplooien om verder in deze maatschappij te kunnen gaan en een bijdrage te leveren in dit land.